Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn weer lekker terug in Amsterdam. Ik had nu echt weer sinds een lange tijd dat ik dacht, oh, ik wou dat we nog even konden blijven in Rome. Het was zo geweldig. Meestal de laatste dag als ik ergens vertrek en ik weet dat ik weer naar huis ga, dan vind ik het ook wel weer heel erg fijn. Maar nu had ik echt zoiets van, nee, ik wou echt dat we nog 2-3 nachten hier zouden blijven. En ja, nog meer gewoon genieten van deze stad. Maar goed, alleen maar nog een grotere reden om weer terug te komen. Ro en ik hebben echt tegen elkaar gezegd, oké, we gaan binnen een jaar of anderhalf jaar, als dat lukt, weer terug naar Rome. En ja, dan kan ik ook alles eten. Want ik heb nu toch ook een beetje gehad van ja, ik kan natuurlijk niet drinken, niet lekker een wijntje bij het eten. En ik mocht heel veel vis en schelpdieren natuurlijk allemaal niet. En daar hou ik zo erg van. En in Rome kan je dat zo goed eten. En nu heb ik heel lekker gegeten natuurlijk. Maar ik dacht wel van, oh, de volgende keer als ik hier ben, dan bestel ik echt alles wat ik wil. Ik heb nu even met Joey afgesproken. Die heb ik nog niet gezien. En die is ook heel erg benieuwd naar alle Romeinse verhalen. En daarna ga ik mijn nagels laten doen. Is ook echt nodig. Ik heb echt een zieke uitgroei. En ik vond deze kleur niet echt heel erg mooi. Ik weet niet, ik ben nu ook zo ontzettend wit. Omdat het gewoon winter is. Ik heb al zo lang geen zon gezien. En dan vind ik die kleur net iets te, ja, hoe zeg je dat, vlezig. Het lijkt gewoon te veel op mijn eigen huidskleur. Waardoor het lijkt alsof je gewoon hele lange vingers hebt zonder nagels. Tenminste, dat is dan mijn idee erachter. Maar dus ik ga denk ik weer voor een wat rozige kleur. En papa is weer in het land. Helemaal gezellig. We gaan in ieder geval vanavond met z'n allen eten bij E. Wout die is nu in Noorwegen. Dus we gaan lekker eten bij met de boys. En Ro komt ook. En dan papa en Elise. Dus helemaal gezellig. Ik heb een totaal niet boeiende outfit aan. Ik heb nu echt een hele kleine selectie qua broeken wat ik aan kan. Want de buik wordt echt steeds groter. Afgelopen week is hij ook gewoon weer zo gegroeid. Ik denk dat Joey echt in shock is als hij straks mijn buik ziet. Ja, nu op de een of andere manier lijkt het dan wel niet zo heel erg groot. Maar ik weet niet. Ik heb het echt gevoel, ik heb nu echt een buik. Heel leuk. Deze legging is trouwens van Uniqlo. Heel chill. Wel heel dun. Je moet er niet in. Oh, sorry, ik dan met die pluisjes. Je moet er niet in buigen, want dan zie je je hele string. Dus ik doe, als ik deze legging aandoe, dan doe ik altijd wat langs aan. Zodat je niet mijn hele kont in kijkt, zeg maar. En lekker mijn uksjes. Kijk nou, dit had Ro mij nog gegeven. Want we kwamen terug op Valentijnsdag uit Rome. En toen ging hij even naar buiten. Zogenaamd een pakketje halen wat bij de buren was bezorgd. En toen heeft hij deze mooie bosbloemen gehaald. Zo mooi. Super mooie rozen. Hij zei, ja, die standaard rode, dat vind ik dan niet leuk. Dus ik heb nu deze gekocht. Een beetje, die zijn wat specialer. Zo lief. Echt niet normaal. Oh, wat hebben we heerlijk bijgepraat. Schat, wat gezellig. En ook de bagels. Ja, dat was niet normaal. Nou, die waren al binnen 1 seconde op. Dus die heb ik niet kunnen vloggen. Wel erg jammer van de dode bloemen. Well, they're not dead. But this is how apparently magnolias bloom. I want them out. Ja, maar ze zijn wel mooi. Nee, schat. Ja, oké, dit is wel heel zielig nu, maar ze zijn wel mooi. When they first bloom, it's like pink and then it's the most gorgeous. Maar toen jij dat op story had gedaan, toen dacht ik echt, nou, het is gewoon lente. It's spring. It really is. But you have to trick them. These are spring. They only bloom in the springtime. So what you do is you put hot water, like how hot you shower, and suiker. Suiker? Yeah.
And then denken ze dat het spring is. So I did that the day. Hoezo suiker? Dus dat krijgen ze toch ook niet? I think because it gives them enter cheeks. Oh. And then I did it the week after. It's like drugs. Naturally. So they're drunk. I mean, look at him. En deze dan? Die gaan niet meer bloemen. Oh, zielig. I'm throwing them out because it's just like not cute anymore. Nee, je moet weer nieuwe. Die fase is wel echt niet normaal. Waanzinnig. Waanzinniak. Are you leaving me? Ja. Waar ga je? Ik moet nagels laten doen. Wat ga je doen? Nou, ja, gewoon be-up weer. Mooi. Oh, wow, but they last a while, huh? Ja. Hoe oud zijn deze? Een maand? Ja. Wel uitgroeien. Like a crackhead. Ja. Nou, ik ben thuis en ik heb mijn nagels laten doen. Oh, wat heerlijk. Fresh new nails. I love it. Ik doe altijd een B-up treatment. En dit is de kleur baby. Van de gel in the bottle. Dat is zeg maar het merk wat ze gebruikt. Dus ik ben helemaal blij. En het is zulk goor weer buiten. Niet normaal. Dus ik ga gelijk door naar Elise. Als het goed is papa er al. En Ro komt ook later, maar die zit nu nog even in een kalm. Dus ik ga er alvast heen. Nou, we hebben heerlijk gegeten. Kijk, leftover broccoli, wat we niet hebben gegeten. Papa is al weg. Maar het was heel gezellig. Papa gaat altijd op tijd weg. Ja. Gewoon letterlijk na anderhalf uur. Ja. Van ik ga, nee maar hij gaat nu al naar bed. Ja. Ja. Maar ik begin nu ook af te knappen. Ja. En jij gaat daar altijd heel graag in mee. Naar bed gaan. Ja. Ja. Dan ga ik weer nog wat kijken. Ja. Wat zijn jullie aan het kijken? Ik ben de Vatican Girl. Vatican Girl, Vaticaanse meid. Dat is porno. Ja, ja. Inderdaad. Nee, wij kijken nu, ja, niks samen, maar altijd voordat we gaan slapen kijken we de Office. Oh ja. Want dat is gewoon verstand op nul. Nee, opnieuw. Ja. Opnieuw. Ja, voor de ik voor de vierde of vijfde keer zelfs. Oh, dat is waar. Jawel, dat is dus geweldig. Ja, het is fantastisch. Maar in Rotterdam... Goeiesmorgens! Een pannenkoek ontbijt met papi. Pannenkoek. En papa en ik zijn brak. Ja. Ze zijn wel erg klein hoor. En ik natuurlijk niet. Dat is wel lekker. Ja. Nou, dat laat me wel weer een avondje. Ja, nou lekker eten. Ja. Nou, wij zijn even naar Gelderlandplein gegaan, omdat je daar een Intertoys hebt. En morgen zijn de boys jarig, dus we willen even wat moois kopen. En ja... Iets moois met Intertoys. Iets moois met Intertoys. En deze is best wel groot, dus ja, ik zat te denken aan iets zonder geluid. Want wij hebben voor Sinterklaas een klarinet gegeven en een trommel. Dus we dachten nu, laten we een verkleed pak geven of ik wil misschien verkleed, iets anders. Ik wil een kerstman verkleed pak, want ik ben Wolf, Wolf die wil later kerstman worden. Ja. Dus, en Luca Sinterklaas, dus dat is wel erg mooi, omdat even... Ja, maar dan zijn ze misschien helemaal in de war, omdat het nog lang geen kerstman hij wil Sinterklaas is. Hij wil later kerstman worden, hij wordt altijd kerstman. Oh, nou, ik zat meer te denken aan politieman en brandweerman. Maar goed, we gaan wel even kijken. Ik werd bijna aangereden, joh. Ik werd bijna aangereden door een of andere gek op de Segway. Maar goed, met gevaar voor eigen leven door het Gelderlandplein. Nou, we zijn eruit. We kopen twee bestuurbare auto's. Ik denk dat ze dit helemaal het einde vinden. En ik ook. Ja. Ik moet ook een flink wat batterijen erbij hebben. Kijk eens. Dat zijn... Oh. dat leken net even batterijen. Nerfken. Oh.
Nee, dat hebben ze hier sowieso. Ja, dit is een bestuurbare trol. Nou, ik ga helemaal stuk. Nou, op het laatste moment hebben we de plannen toch gewijzigd. Want die twee auto's waren hetzelfde. Dus die rijden op dezelfde frequentie. Dat betekent dat ze nooit tegelijk kunnen rijden. Nou, dat is natuurlijk hartstikke stom. Dus we hebben die ene, gewoon de normale auto, dan voor Luca. En dan hebben we dus die bestuurbare drol hebben we voor Wolly. Dat vonden we ook eigenlijk wel heel toepasselijk. Wolf die zit ook in een soort poepfase. Die zegt ook even poep. Ja, gewoon op. Ja. En het is geniaal, want je kan hem dus besturen. En dan is er ook een knopje dat hij een scheet laat. Nou, dat is toch helemaal het einde. Ik vind het alle twee even leuk. Ik ook. Ja, we zijn helemaal geslaagd. We scheiden onze wegen. Ja, want ik ga nu naar mama. Ik heb in Soho House afgesproken met mama. Ik heb al een tijdje niet gezien. Ik ben natuurlijk naar Rome geweest en zo, dus die wil alles horen. En jij gaat even... Naar mijn oma. Naar je omaatje. Goedemorgen. Ik ben me heel even aan het klaarmaken. Even zo. Voor de podcast. Want E en ik hebben weer opnames. En we hebben dus vandaag nog opnames. En we hebben volgende week ook iets ingepland. En daarna eigenlijk niet meer. Dan gaan we het een beetje kijken van hoeveel we er nog kunnen maken. Aangezien E dan echt gewoon bijna gaat bevallen. Dus dat is een beetje moeilijk in te schatten. Maar we hadden sowieso al een heel leuk idee om dan... als zij dus natuurlijk helemaal is bevallen en in haar kraamtijd zit. Dan ga ik gasten uitnodigen voor in de podcast. Oftewel mijn zus van die week. dus ja, ik heb al een paar hele leuke mensen bedacht. Dus dat wordt sowieso heel erg gezellig. En ik ga er denk ik ook een opnemen met Ro. Dus dat is ook heel leuk. Om natuurlijk alles te bespreken in de podcast met hem. En hoe hij dingen ziet. Dus ja, dit is denk ik misschien wel de ene laatste keer met Elise. Echt zo bizar. Echt bizar hoe snel het gaat. Ik ben vandaag 27 weken. Ik weet niet of je het ziet, maar de buik groeit echt lekker door. Vooral 's avonds, jongen. Dan voel ik ook helemaal dat die... Dan is het ook helemaal hard 's avonds. En dan... staat het gewoon helemaal strak. Dan voel ik ook echt die huid helemaal strak staan. Het is echt bizar. Soms is het ook wel niet heel chill, moet ik zeggen. Dan denk ik echt van, oh, ik krijg echt steken zo op mijn huid. En voel ik dat bindweefsel gewoon helemaal uit elkaar worden getrokken. Maar voor de rest gaat het allemaal goed, hoor. En heel irritant. Ik word dus gewoon elke dag nu opeens om 6 uur wakker. En dan kan ik niet meer slapen. Zo irritant. Want dan ga ik... dan moet ik weer voor de tweede of derde keer plassen. Die nacht. Maar dan is het dus 6 uur. En dan kom ik gewoon niet meer in slaap. Want dan ga ik aan allemaal dingen denken. En dan denk ik, ja... Terwijl ik dan nog zo moe ben. Het is echt super irritant. Maar goed, ik voel me op zich best wel prima. Want we waren gisteren ook op tijd gaan slapen. En gisteren had ik trouwens niet meer gevlogd met mama. Ik mag natuurlijk in Soho House nooit vloggen. Dus. En daarna in die avond heb ik eigenlijk niks bijzonders meer gedaan. Dus ben ik het ook een beetje vergeten eigenlijk, to be honest. Dus vandaar dat het nu weer met een nieuwe dag begint. Maar goed. Ik ga. Anders kom ik te laat. Hey! Hi. Wij hebben weer heerlijk 2 podcasts opgenomen. Ja, ging lekker. Ja. Nee, echt. We hebben echt... Ze duren iets langer dan normaal, denk ik. Ja, we hebben echt veel gepraat. Ja, love it. Love it. Ik ben weer thuis. De podcast ging hartstikke goed. We hebben het weer over heerlijke onderwerpen gehad. En Ro en ik hebben net lekker boodschap gedaan. We gaan vanavond lekker de couscous maken. En ik mag ook in de podcast op een gegeven moment. Ja! dat heb ik toevallig vanochtend verteld. Ah. Ja,
Want dat we dus afleveringen gaan doen zonder E natuurlijk. Dus dan word jij mijn zus van de week. De kijk van de man op zaken rondom de zwangerschap. Ja. Nou, en vooral van jou. En vooral van mij. Ja. En oh my god, we zagen dus al dat de HEMA 40% korting had op alle rompers. Nu heb ik toevallig al mijn slag geslagen bij de H&M. Laat ik anders wel even zien. Echt hele mooie lieve dingen. Van echt mooie kwaliteit. Dus even kijken, laat ik wel even zien. Oké, ik begin wel even met mijn H&M order. Namelijk... Zo lief. Dit is toch zo klein. Maat 50. Dus ik heb er hier... even kijken, want dit is een t-shirt. Ja, dit hoort bij deze serie. Dus daar zitten dan twee witte bij. En dan heb je een soort van beige-achtige kleur erbij. En nog een soort van taupe-achtige. Dit is ook een soort van gebroken wit. Helemaal een beetje rustige, natural kleurtjes. En dan heb ik eigenlijk dezelfde allemaal in lange mouwen ook erbij gedaan. Want ja, ik weet niet zo goed. Hij wordt natuurlijk... ik ben uitgerekend op 22 mei. Dus hij wordt, nou ja, laten we hopen 22 mei geboren. Of misschien zelfs iets later. Dat hij wel minimaal 40 weken blijft zitten. En dan wordt het steeds mooier weer. Maar een pasgeborene kan natuurlijk zichzelf niet goed warm houden. Dus dan is lange mouw toch ook altijd goed. Dus... Dit hoort ook weer bij zo'n pakket met dezelfde kleuren van de t-shirts. En dan heb je dus ook allemaal broekjes erbij. Die heb ik er dan bij gekocht. Ook in diezelfde kleuren. Dus dat is een soort 5-pack. En dan 2 witte en dan 3 tinten bruin. Maar ik vind het zo lief. Kijk nou. Oh, als ik dit zie, nou echt. Ik kan gewoon niet wachten tot hij er is. Dan heb ik ook, nou ja, bijna in diezelfde tinten weer, sokjes gekocht. Met anti-slip. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar ja, ik weet niet, dat zat er gewoon op. Dat wist ik eigenlijk niet. En dan heb ik... ook weer een 5-pack, die zit er nog ingepakt, van de t-shirt rompertjes in maat 56. Omdat die denk ik heel snel uit de maat 50 gaat groeien. Dus ik heb nu ook echt wel genoeg in maat 50. Maar ja, dan liep ik dus net de HEMA in met Rome. Ja, 40% op alle rompers en ook pakjes, boxpakjes. Dus je betaalt nu gewoon voor zo'n hele mooie, bijvoorbeeld deze, is van bamboe. En dat is een heel lekker stofje. Die zijn dus nu maar 5 euro. Ja. Dus ik heb nu voornamelijk maat 56 gekocht bij de HEMA. Dus ik heb grijs. Ik heb deze kleur... dit dan wel weer maat 50. Maar deze vond ik zo leuk. Ik wil dat hij deze meteen aan kan. Namelijk groen. Een hele mooie kleur groen. Blendt hij helemaal lekker in het huis. deze vond ik heel cute. Met poezen erop. Als ik dan poezen zie en tijgers. Dan kan ik dat gewoon niet laten liggen. Dan denk ik ja. Sorry. You're coming home with me. En deze vond ik ook cute. Streepjes. En dit zijn voornamelijk allemaal t-shirtjes. Behalve die, ja. Even kijken, die grijze en die groene dan. Die zijn dan wel weer lange mouw. En dan hadden ze ook... dus... leggingtjes. En dan heb ik die groene gekocht in een legging. En een witte. En... even kijken, wat nog meer, wat nog meer.
Oh ja, ook in het wit, in de bamboe. Dat stofje is zo lekker, dat is niet normaal. En dan weer die groene en dat is dan een heel pakje. Volgens mij is dit zo'n meegroeipakje. Oh nee, dit is dat niet, denk ik. Nee. Nou ja, als hij hele lange benen heeft, dan past hij dit sowieso. En als hij op rood lijkt, dan gaat hij hele lange benen hebben. Dus dan past hij dit. En dat was het eigenlijk, ja. Nee, dus ik denk dat ik qua rompers nu helemaal check ben. En misschien qua broekjes ook wel. Het enige wat ik misschien er nog, wat ik nog een paar ervan moet bijkopen, zijn vestjes. Maar ja, daar ga ik er ook niet te veel van kopen, hè? Omdat het steeds warmer wordt. Maar goed, dus misschien is dan een lange mouwromper al genoeg. Dat weet ik dus niet. Dus dat vind ik een beetje lastig. Maar ik heb nu een paar vestjes van katoen en ook van wol. Dus dat, ja, dat komt wel goed. Misschien dat ik er daar nog twee van koop. Ik dacht, ik ga beginnen met het leukste gedeelte van die hele uitzendlijst. En dat zijn natuurlijk de kleren. En ik heb ook heel veel gekregen. Ik laat jullie ook nog wel even een andere keer zien wat voor leuke, echt, ja, dit zijn natuurlijk vrij basic dingen. Dus ik heb ook echt wel hele leuke dingetjes al gekregen van vrienden, familie. En ja, zo leuk. Van Petit Bateau. En dat zijn natuurlijk gewoon echt gewoon die hele mooie dingen. Dus die heb ik ook al. Dus hij heeft nu best wel veel kleding al, moet ik zeggen. Ik denk dat ik niet, ja, heel veel meer ga kopen. En dan moet ik met het andere gedeelte van de uitzendlijst beginnen. En dat zijn gewoon eigenlijk alle, ja, medische dingen. Als in, ik moet de luiers natuurlijk kopen. De billen zalven. Maar ook voor mezelf. In die kraamweek moet ik allemaal dingen halen. Met ook zoogcompressen en tepelcreme. En alles moet ik nog halen. Maar goed, ik heb nog 3 maanden te gaan. Dus ik geef mezelf nog 2 maanden om dat allemaal te fixen. Er zit ook niet echt haast bij. Maar ja, ik ben er wel heel erg mee bezig, merk ik. Want ik voel dan toch een soort druk of zo. Dat het er is. Wie weet, ja, beval je toch opeens een maand eerder of zo. Ja, ik ken mensen die dat hebben meegemaakt. Daar ga je natuurlijk niet van uit. En die kans is ook klein. Maar you never know. Dus dan wil je gewoon wel dat je alles hebt. Maar goed, I'm getting there. Langzaam maar zeker. Oké, nou, ik ga heel even chillen. En dan gaan we aan de kokerel. Ik moest zo lachen, want vorige keer had ik helemaal die couscous laten zien hoe ik dat maakte. En toen hadden er een paar mensen gereageerd van dit is echt geen couscous. En dat snap ik. Als je Marokkaans bent of zo, je ziet dan deze couscous van mij, dan denk je echt wow. Dit is echt een hele westerse couscous. Maar goed, hij is wel, ja, ik vind hem wel heel lekker. En hij is heel makkelijk. De echte Marokkaanse couscous is natuurlijk wat moeilijker, denk ik. Met al die lekkere kruiden en zo. Hij is lekker en daar gaat het om. De couscous is weer heel goed gelukt. Met zelfs. Met Married at First Sight. Of Kerteel Boulevard. Nee, Married at First Sight. Lekker. Ja. Hallo, hallo, hallo. Kijk eens wie er op mijn bank zit. Papa die bijna in slaap valt. Maar we moeten gaan. Nee. 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 Want ik heb nu een 3D echo. 3D, 4D. En ik neem de hele familie mee. Dan? Ja, dat is video. 3D. Nee, 4D. En 3D. 3D, dat zijn de foto's, denk ik. En 4D zijn de video's. Dat okay. Nog... In kleur. Dat denk ik, hoor. Kleur, ja, voor zover dat kan. Oké. Okay. Die oranje kleur. En dus ik neem papa mee. Ga maar eens even in die buik kijken van je. Ja.
En Ro gaat mee en Elise gaat mee. Helemaal feest wordt het. Helemaal vol daar. Wordt een volle boel daar. Zullen ze leuk vinden. Ro! Nou, daar zitten ze. Moet nog even wachten op E. Ligt hij met zijn hoofd al naar de uitgang? Ja. Zo, nou, die is al klaar voor. Hij kan hem al draaien. Ja. Wat vind je ervan, Frank? Ja, het is mooi te zien. Blijf je inleven. Oh ja, ik voelde deze beweging. Oh ja, mooi dat je dat hebt. Ik voel nu echt de hele tijd. Oh ja. Waar ben je? Ik moest even springen. Ja, ja, dat was dat ook. Als hij zich eenmaal laat zien. Ja, het was heel goed. Dit, ja. Dit is lief, hè. Ik ga ook daar. Kijk, ik ga ook even terug. Dus ik ga even terug. Nou, heeft een neus van jou. Van mij? Van Ro. Mijn neus. Nou, eerder van papa. God. Een boersneus. Echt waar? Deze. Oh, wacht even. Laat zien. Oh, wat leuk. Oh, wauw. Oh ja. Dan gebruikt hij alle energie om alleen de foto te maken. Dus dan is hij nog scherper. Maar je moet wel hebben dat hij stil ligt. Want anders dan krijg je ja, de hele foto. Hallo, hallo'tjes. Wij zijn weer terug van de echo. Was zo leuk, want eerst lag hij gewoon de hele tijd omgedraaid met zijn gezicht naar mijn rug toe. Waardoor, ja, we konden gewoon niks zien. Dus ik dacht echt van, oh nee, straks moet ik terugkomen en dan kunnen we niks zien nu. En papa is hier nu, die gaat morgen weer weg. En toen moest ik even springen en even op mijn zij liggen en zo. En toen ging hij op een gegeven moment toch draaien. Nou, en we hebben echt super mooie beelden kunnen maken. Van zijn gezicht. En ja, ook dat hij ging gapen. En hij ging een keer lachen. En het was zo, zo lief om hem te zien. Echt, oh, als ik dan die beelden zie, dan ben ik gewoon al helemaal trots. En denk ik, ik kan gewoon niet wachten totdat hij er is. Ik kan gewoon niet meer wachten. Ik wil dat hij er nu al is. Hij moet natuurlijk even blijven zitten. Maar ja. Oh, ik kan echt niet wachten. Ik heb vandaag even heerlijk roze een trui aangedaan. Zo lekker groot. Dat doe ik eigenlijk nooit. En toen dacht ik ineens vandaag, ik wil gewoon zijn trui aan. Nou, zo gezegd, zo gedikkie dan. Ik heb heel erg zin in visfriet. Van de visboer. Dus dat ga ik nu halen. En Ro gaat met mij mee. Nou, ga met je mee. Ik ben echt gesommeerd om mee te gaan. Ja, maar dan gaan we daarna nog een beetje dingetjes halen die we moeten halen. Gewoon boodschappen voor het eten bedoel jij? Wat ja. Gaan we eten? Ja, weet ik eigenlijk niet. Jij mag van alle opties de helft niet. En van de andere driekwart krijg je maagzuur op dit moment. Dus. Ja, dat is wel waar. Geen curry of zo. Ben jij trots op Snuggle? Oh, dat was zo'n mooi beeld. Niet normaal, hè? Maar het leek echt wel alsof je al een foto van buiten de buik, alsof je hem zo had. Oh, ja. Dan wil je echt naar dat moment toe, toch? Ja, dat is echt niet normaal. Dat hij op je ligt. Want jij kan al echt niet wachten. Ja, ik kan echt niet wachten. Nee. Meestal komt het gevoel wat jij dan nu hebt, komt bij mij dan een week of drie daarna. Dat ik dan ook helemaal die wave heb van nu kan ik echt niet meer wachten. Oh ja. Nu denk ik bij me even zitten. Even de babykamer maken. Ja, we moeten nog wel veel doen. Maar goed. Het komt allemaal wel goed. We zijn goed op weg, morgen, inderdaad. Met kast. Ja, oh, dat heb ik nog niet verteld. Cliffhanger. We gaan nu frieten, want hij gaat zo dicht. Ja, jij hebt je schoenen nog niet aan. Ja, nou, dat is in 1 seconde gebeurd. Nou, daar zit ze hoor. Altijd als wij visfriet halen, dan regent het medium. En dan twijfel altijd, gaan we nou op het bankje zitten, ja of nee. Dus het is echt al de vierde keer dat we dit halen. Dat jij in de regen visfriet zit. Ja, maar echt. Dat is echt waar, ja. Zo lekker. Wil je er niet een? Nee, ik hoef er eigenlijk geen. Nee. Met een broodje op. Ja, ik ook. Ja, schat.
beloning voor knuddel. Omdat hij zo knap is. Ja. En ze zei ook, hij mag nog wel een beetje vet krijgen. Ja. Dus, hij heeft nog 13 weken daarvoor. Lekker een beetje dikker geworden, lekker babyvetjes krijgen. Ja. We hebben voor eten spruitjes en asperges uit de oven. Zalm uit de oven. En hier zitten de aardappeltjes in. Ja. Lekker gezond, schat. Ja. Oh, dit is lekker. Wow, sick.